Integrated Computer Services, ICS, hield dinsdag een keynote session in de Royal Ballroom van Hotel Torarica met als thema Enterprise Shutdown. De bedoeling van de keynote session was om organisaties in Suriname goed voor te bereiden op dit soort criminele praktijken en deze misdaden te voorkomen, zegt de managing director van het ICS, Miguelio Pangachok. Cybersecurity is een van de grootste aandachtsgebieden binnen de IT-sector wereldwijd. Bedrijven moeten zich vandaag de dag goed bewapenen tegen cybercrime-activiteiten. Voor Surinaamse organisaties kan dit fatale gevolgen hebben. Uiteenlopend van financiële gevolgen tot zelfs terrorisme. Volgens Pangachok was de sessie een onderdeel van de Business Continuity Agility Conference die op 7 en 8 maart 2017 is gehouden. Er is gekozen voor het thema Enterprise Shutdown omdat in de hedendaagse wereld bedrijven slagvaardig genoeg moeten zijn om overeen te kunnen blijven en of mee te gaan met de snelle ontwikkelingen. De samenleving moet in staat zijn de competitie aan te kunnen en daarvoor is slagvaardigheid nodig. ICS bestaat intussen al 29 jaar en staat traditioneel bekend als de Hewlett-Packard partner in Suriname. In 2014 is het bedrijf gestart met een concept van evenementen, genaamd Business Continuity.